bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. Dinsdag. En ik ben weer met Sarah Jane. Tuesday Dance Day. Tuesday Dance Day? Ja. Ik verzin maar wat hoor. Ja, dat is te merken. Nou, wij gaan... Ik ga haar eventjes brengen naar haar dansles. En ze gaan nu dansen voor de video. Nee, maar niet. Binnenkort die videoshoot, hè? Eindelijk heb ik hem weer een videoshoot. Ik ga nu even naar mijn moeder even lekker eten halen en zo. Dus ze heeft lekker gekookt en pasta carbonara. Hoe? Carbonade. Nee, carbonara. Carbonara. Nou mensen, ik kom net vanuit Den Haag, van mijn moeder. Ik heb net lekker eten opgehaald. Maar mijn tante die werkt dus bij Suri Eat, dus bij Knisse, bij Wikaas. En hij stuurde mij een foto van Tillo en Turri. Hij zegt zo, dit is dodelijk lekker, man. Dus ik zeg zo van, ja. En ik dan, weet je. Ik zeg, stuur voor me. En ja hoor, werkelijk. Ik heb gewoon een portie Tillo. Tillo Turri gehad van mijn tante. Dus ik hoop dat jullie deze gaan gebruiken op de menu. Oh my god. De beste ooit is mijn tante. Zo lekker. Nou mensen, ik heb dus vandaag spaghetti gemaakt. Kijk, spaghetti alla Jenna. Wajo. Zo goed opgemaakt. Nou mensen, het is vandaag... hoe laat is het vandaag? Het is vandaag 12:30 ongeveer, om goed te zijn. Ik ga nu snel klaarmaken. Want ik heb zometeen een fotoshoot bij Daku. Ik weet niet of ik zijn naam goed schrijf, maar hier zie je zijn naam hieronder. Want dan weten jullie over wie ik het heb. Het is een hele bekende fotograaf. Hij is altijd op elke feestjes, op elke gezellige gigs en zo. Is hij altijd aanwezig. Dus ik ga zo meteen naar hem toe. Er worden zeg maar nieuwe flyers gemaakt voor mij. En ik moet verschillende outfits meenemen. Dit is mijn eerste outfit. Het ziet er echt... heel raar uit. Maar ik ga hem even aandoen. Dan kom ik zo even bij jullie terug. Nou, ik laat jullie even de fully outfit zien van mij. Dit is mijn outfit. Ik ga sowieso niet met deze schoenen, mensen. Want die passen er gewoon echt niet onder. Maar dit is gewoon omdat ik nu gewoon zo de auto inga. En dan heb ik, je weet toch, even makkelijke schoenen aan. Dus. Ja. Oh my god, look at my belly. Nee, maar oké. Dus dit is de outfit. Zonder die schoenen, hè. Nogmaals. En ja, dit is, wordt de eerste shoot. Outfit. Dit is dus, zeg maar, netjes. En dan heb ik casual bij me. En dan heb ik nog eentje stoer bij me. Want dat moest van Sanjay. Dus ja, en mijn make-upies zijn helemaal on point. Zoals jullie zien zit ik nu in de auto en ik ga dus nu eventjes snel tanken en dan ga ik even richting Zuid, even naar mijn tante, even snel wat eten en dan ga ik naar de fotoshootlocatie. En ik zeg eerlijk mensen, oh mijn god, het is bloedbenauwd, het is zo warm, het is volgens mij 22 graden of zo. Eindelijk hebben we gewoon lekker weer, oh shit. Er valt mijn telefoon elke keer. Nou, ik zie jullie zo.
Nou, de fotoshoot mensen die zitten erop. Het zijn echt hele leuke foto's geworden. En ik ben nu net klaar. Het heeft ongeveer een uurtje geduurd, denk ik. Ik weet niet zeker, maar zo lijkt het net. Maar, dus de vrouw van de kist, dus die fotograaf, wij zijn gewoon collega's. Dat wist ik niet. Dus we hadden echt heel veel dingen gemeen. Het was zo grappig, want ik zie hun dus elke keer natuurlijk op dansjes en zo, weet je. Als ik ga optreden op gigs. En ik kom er dus ook achter dat de fotograaf uit Groningen komt. En ik kom ook uit Groningen. Ik heb daar heel mijn leven gewoond. Ik ben dus in Suriname geboren. Toen ben ik naar Groningen gegaan. En ja, echt leuk man. Zo zie je maar, hè. Nou mensen, ik ben nu in Noord. Bel maar even aan, schat. Oh, met Sarah Jane. Met... maar dat ga ik natuurlijk niet zeggen in mijn vlog. Ja, wijs het even. Maar wat is er nou gebeurd? Je weet toch, die dashboard in mijn auto. Nou, Ries, precies hetzelfde eergisteren. Ze ging, wat was het nou? Ze ging naar voren bukken en toen in één keer doink. Zij is ook. En haar gebeurt precies hetzelfde. Precies hetzelfde gewoon. Maar je hoeft mij gewoon niet zo droog of zo. Ow. Oh. My girl. It's my girl. You mess with her. You mess with me. You mess with me. You mess with her. Come on. Bitch. Nou mensen, ik ben nu aan het lopen in het winkelcentrum bij Rotterdam. Ik heb net even wat cadeautjes gekocht voor Sherani, omdat zij gisteren jaar is geweest. Ze is gisteren 10 jaar geworden. En ze komt morgen langs. Lisa komt ook en dan gaan we lekker barbecue. Dus ik ga zo meteen even al die vlees inleggen en zo. En dan gaan we morgen lekker chillen. Wat zei je nou net toen je hier kwam? Dat het zwembad er niet is. Nee. Maar het is nog niet heel erg warm toch, schat? Wel. Oh, volgende keer zet ik zwembad voor jou, ja? Gaan we nog even wachten. Oké? Ja. Oké. Okay. Nou, Vix en Davy die zijn er. Maar je hebt echt leuk aan. Ja, echt. Staat je echt super mooi. Maar ik heb wat voor de kleine. De kleine mij. Nee, niet voor jou. Was maar het boek. Zie je Jenna? Oh, die heb ik ook nog. Oh, ik heb altijd cadeautjes aan Dewi, Wier, Wani. Maar nooit geef ik cadeautje aan mij. Nee, dat is eigenlijk echt wel zo, hè? Jij hebt altijd schotjes hier, dus sorry. Ik zag iets leuks en ik dacht, nee, dit is zo schattig voor Wani. Draai je eens even om. Deze gaat ze. Ja. Nou, kijk hoe leuk! Aan doet, meid. Het is morgen hartstikke mooi. Kijk, deze doen we van de week aan. Ja, dat is een romper. Een soort van... ja, dit is zo'n broekje. Ja, maar onder kan gewoon open, toch? Ja. Kijk, onder. Van die... Beter. Ja. Leuk, hè? Nu al. Nu al ga je zo doen, hè? My angels, die zijn er. En vandaag gaan we dus barbecuen. Oh, kijk die troep op de achtergrond. Jezus. Barbecue. Barbecue time. Why you? So happy birthday to you again. Ja, je was eigenlijk maandagjarig, sorry. Maar je krijgt het nu van mij. Dus ik hoop dat je het leuk vindt. Wow, ik hou van dit. Oh my god. Ja, Sarah ook. Maar daarom dacht ik, weet je, jullie hebben een beetje zelf smaak toch? Althans wij moeders. Ik vind het leuk. Ja, ja. Okay. Ja, ik vind ook mooi, het leuk. Oké. Okay. Deze is. Okay, zo'n flare pens, of althans flare pens. Die heeft Sarah ook, die wijde. Die kan je heel hoog trekken, weet je. Die wou ik al verhalen. Ja, echt? Ja, ik zag er een paar en toen dacht ik, zij heeft die nog niet. Ja. Ik vind het echt een leuke broek. En... Sorry. Dat maakt niet uit. Woep woep. Goed bezig, goed bezig. Een sigaret roken. Ja, doe jij dat eventjes. Wat ga jij drinken dan, Sneaky? Nou, ik heb even mijn eigen kruidenboter gemaakt, mensen. En stokbrood is aanwezig. En ik heb roze salade gemaakt. En natuurlijk mijn kasiripo sambal. En de vlees die staat hier even te wachten. Totdat mijn barbecue klaar is. De reden waarom is omdat... die vuur niet aanging of zo. Dus nu moeten we alles opnieuw gaan doen. Maar goed. En ik heb Turkse pepers bij me. Dat is ook altijd lekker voor op de barbecue. Tante Jenna houdt van jou. En jij? Ik hou ook van jou. Kusje. Oh my god. Oh my god.
What the fuck? Oké, probeer te vangen, ja? Ja. Waterballongevecht. Sarah, jij kan echt niet gooien. Ja, nee, ja, gooi maar. Nee. Oh, hij gaat niet eens kapot. Oké, 1, 2, dan gaan we weer. Ik weet niet hoe Sarah gooit. Maar gooi maar terug, Sarani. Ik heb de blauwe. Oh. Moet harder gooien. Ja, harder. Maar harder. Oh my god. Few inches later. Waar gaat die kikker? Eventually. Let go. Nou mensen, zoals jullie zien, is Jenna helemaal kapot. Ik ben net gebarbecued. Het is nu 9 uur in de avond en het is eigenlijk best wel nog lekker weer. Ries en Chantilly zijn al weg. Al een half uur geleden zijn ze weg en Davy is hier nog. En ik zit hier met baby Wani. En ja, ik ga mijn vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Niet vergeten te abonneren op mijn kanaal. En laat een blauw duimpje achter. En ik zie jullie allemaal weer in mijn andere vlog. Doei!